allemaal, leuk dat jullie kijken naar TV bij Nati. Ik ben Renate en vandaag begint alweer een nieuwe weekvlog. Ik ben inmiddels al 6 weken bezig met het Killer Body dieet. En daarom heb ik me vandaag weer even gewogen en gemeten. En ik kan jullie vertellen dat ik 6,9 kilo afgevallen ben de afgelopen 6 weken. Dat is echt, daar ben ik echt blij mee. Ik zeg gewoon 7 kilo, dat klinkt nog mooier. Ik ben gewoon 7 kilo afgevallen in 6 weken tijd. Dat is echt, ben ik echt blij mee. Want op dit moment ben ik nog nooit zo licht geweest na de bevalling van Jesslyn. Dus vorig jaar sportte ik ook veel. Nu sport ik ook. En combineer ik mijn voeding. Ja, let ik ook op mijn voeding. En ik merk dat dit veel beter helpt. Ik val veel sneller af dan vorig jaar. Vorig jaar was ik in 5 maanden tijd nog steeds niet zo licht als nu. En nu ben ik in 6 weken tijd al zo licht. Dus ik ben er super blij mee. Echt waar. Super blij. Super blij mee. De afgelopen 2 weken ben ik 1,7 kilo kwijtgeraakt. En die 2 weken daarvoor was ik 1,6 kilo kwijtgeraakt. Dus nu ietsjes meer deze 2 weken. Ik heb me ook goed aan de sportschema's gehouden. Ik heb steeds 3 keer per week gesport. En ik heb nauwelijks gesnackt. Alleen KFC heb ik wel gehad. En chocola heb ik ook gegeten. Maar ondanks dat ben ik alsnog afgevallen. Dus ook al snack je, je moet er gewoon een balans in zien te vinden. Zolang je niet elke dag een reep chocola eet en je volpropt, ja, val je gewoon af. In ieder geval ik dus wel. Rondom mijn taille ben ik maar 1 centimeter kwijtgeraakt dit keer. Rondom mijn heupen wel 3 centimeter. Dat vind ik best wel veel. Ik hoop dat er nog een heup overblijft. Ik hoop niet dat er nog meer van mijn heupen afgaat. Bij mijn benen ben ik bij elke been 2 centimeter kwijtgeraakt de afgelopen 2 weken. En rond mijn armen ben ik 0 centimeter kwijtgeraakt. Dus ik hoop dat daar nog wel wat van afgaat. Want in de afgelopen 6 weken ben ik maar 1 centimeter kwijtgeraakt bij mijn armen. Dus dat is niet zo heel erg veel. Maar goed, we gaan gewoon stug door. Ik heb net een bakje kwark gehad. Ik heb ook echt spierpijn van gisteren, want toen heb ik 2 uur lang gesport. En ik ben weer op mijn werk. Ik heb echt een drukke dag, vandaar dat ik nog niet zoveel gevlogd heb. Ik heb vanmiddag 2 cliënten bezocht. Ondertussen was Jesslyn bij mijn moeder. En daarna ben ik heel snel naar huis gefietst. Ben ik gaan koken, we hebben couscous gegeten, omdat dat gewoon lekker snel klaar is. En vervolgens ben ik snel naar deze baan toe gefietst. Dus het is een beetje druk, waardoor ik niet veel heb kunnen filmen. Ik heb wel een goed nieuwtje. Ik kan hier waarschijnlijk per 1 maart weg. Dus dan ben ik van deze baan eindelijk af. Ben ik elke avond van 6 tot 8 gewoon vrij. Dat lijkt me echt heerlijk. Dus ja, ik maak nu zoveel uren bij mijn nieuwe baan. Dat het gewoon te druk wordt om deze erbij te houden. Heel raar idee, want ik ben het zo gewend. En het ook wel dubbele gevoelens. Want ik heb hier een vast contract. Dus ja, ik heb gewoon vaste inkomen. Ook als ik ziek ben, ook als ik vakantie heb. En bij mijn andere nieuwe baan heb ik een nieuw urencontract. Dus dat is wel een beetje lastig. Maar goed, ik zit nu op 3 cliënten. Als ik nog een hour terug krijg, zit ik al op 4 cliënten. Dus ja, ik moet wel genoeg uren hebben, zeg maar. Dus dat moet goed komen, hoop ik. Ik heb er ook zin in om me gewoon vol te focussen op mijn nieuwe baan. En dit wat meer op, ja, dit gewoon weg te doen. Want dit kost wel energie. Terwijl, ja, ik moet me gewoon meer richten op mijn nieuwe baan. En ik ben weer thuis. Ik ben super moe. De afgelopen maandag ben ik steeds bezig geweest met het editen. Dat wou ik eigenlijk deze maandag ook gewoon doen. Want er is toch niks boeiends op tv. Alleen ja, ik ben gewoon moe. En ik heb er niet echt veel zin in. Ik kijk er tegenop omdat het die vlog wat er nu voor staat is 1 uur en 20 minuten. Dat is veel te lang, dus ik moet enorm veel knippen. En dat kost natuurlijk heel veel werk. Als het kijken van alles wat ik nu heb al 1 uur en 20 minuten duurt. Laat staan hoeveel werk het is om alles te gaan knippen. En zoals de oplettende kijker misschien wel weet. Of nou ja, iemand die mijn vorige vlogs ook gezien heeft. Die weet wel dat ik op een maandag na het weegmoment en als ik afgevallen ben mezelf trakteer op wat lekkere snackjes. Anders 12 weken zonder chocola en snoepjes is het niet vol te houden. Dus ik ga mezelf nu weer lekker trakteren op wat lekkers. Yum, 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 yum. En dit is wat ik heb gekocht. Een mega grote Milka reep. Er zit van dat witte speel in. Dat vind ik altijd zo lekker bij chocola. En er zitten ook koekjes in. Dat is ook altijd lekker. Ik heb al een stukje gehad en ik moet zeggen dat ik ik vind hem niet de lekkerste Milka reep die ik ken.
Nee, ze zijn veel lekkerder. Dus ja, maar ja. Dit heb ik ook gekocht. Milky Way, Crispy Rolls. Ik had verwacht dat dit witte speel een beetje vloeibaar zou zijn. Maar het is dus ja, best wel hard. Maar het is heel lekker. Ik vind deze echt... Ik had ze volgens mij nog niet eerder gehad. Ik kan me niet herinneren. Maar ik vind ze echt lekker. Lekkerder dan die Milka reep in ieder geval. En deze heb ik nog niet geopend. Alleen... Ik heb ze wel ooit eerder gehad. Alleen ik heb echt wel een half jaar sowieso geen Oreo's gehad. Dus die heb ik ook gekocht. Lekker, lekker. Ik begrijp eigenlijk niet waarom ik zoveel heb gekocht. Want hoe meer je koopt, hoe meer je de verleiding hebt om zoveel mogelijk te eten. En ja, dit kan ik natuurlijk sowieso niet allemaal vandaag opeten. Maar ja, de kans is heel groot dat er wel wat overblijft. Dat ik misschien morgen, overmorgen of ergens anders in de week weer ga eten. En dat is dus echt niet de bedoeling. Dus ik moet het gewoon bij een paar houden en het daarna ergens voor mezelf gaan verstoppen of zo. Dit moet echt niet lang in huis blijven. Ik denk trouwens dat Jaslyn deze ook echt geweldig vindt. Ik denk dat ze het allemaal trouwens wel lust, maar... Hallo, het is alweer dinsdag en het is zelfs alweer 4:15. Dus het is echt laat. Ik heb helemaal niet veel gedaan vandaag. We zijn de hele dag thuis geweest. Ik ben nog niet naar buiten geweest. En zoals je ziet, is het eten alweer klaar. Dus we gaan nu snel eten, zodat ik straks kan werken. En ja, we hebben echt niks bijzonders gedaan. Ik heb gewassen, nee, gedoucht, doen we elke dag natuurlijk. Ik heb Jasnes haren gewassen. Wauw, vette stoom van de rijst. Ik ben even bezig geweest met het editen van mijn mega grote lange vlog. Hij is nog niet af, dus ik denk dat ik vanavond met mijn werk er weer mee bezig ga. En ja, ik heb gewoon lekker rustig middagje, omdat ik lekker vrij ben. Dus ik doe lekker rustig aan. Ik ga nu dus eten. Ik zou het zo even laten zien. Best wel lekker, denk ik, hoop ik. En gezond, dat is belangrijk na de chocola van gisteravond. Dit is het bordje van Jaslyn. Weer allemaal stoom, kokend heet. Maar zo kan je in ieder geval een beetje zien wat we gaan eten. Verse boontjes. Die vind ik toch het lekkerste. Ik hou niet echt van die boontjes uit potjes. En kidneyboontjes komt dan wel weer uit een potje. Die zijn wel lekker. En kip met rijst dus. Dat staat al op het menu voor vandaag. Eet smakelijk. Goedemorgen, vandaag is het alweer woensdag, het is 9:40 en ik sta proteïnepannenkoeken te bakken. Ik hoef niet zoveel te doen vandaag, ik hoef maar één keer te werken, alleen vanavond. Dus ik ga straks ook even een uurtje sporten. Ik heb zondag voor het laatst gesport, toen had ik 2 uur lang gesport en ik heb er nog steeds spierpijn van. Alleen morgen moet ik dus wel de hele dag werken, dus dan kan ik sowieso niet sporten. En ik wil toch eigenlijk die 3 keer behalen in de week, dus doe ik het vandaag maar, zodat ik vrijdag weer kan sporten. Maar goed, we gaan nu eerst even eten. Yum, 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 yum. Gisteren was het Valentijnsdag. Eigenlijk doen we nooit echt iets aan Valentijnsdag. Maar goed, bij deze krijgen Georgie en Jaslyn proteïnepannenkoeken in een soort van een hartjesvorm. Lekker, 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 lekker. Ze zijn nu klaar. En ik ga de cranberries opdoen. Want ja, dat is gewoon lekker erbij. Alleen ik doe ze nu nog niet erop, want ik vind ze dus warm, vind ik ze niet lekker. Dus... Ik laat de pannenkoek even afkoelen en dan leg ik ze erop. Dat is een stuk lekkerder, want ze komen ook uit de koelkast. En het sporten zit er weer op. Lekker een uurtje gesport. Ik heb gedoucht en ik heb nou lunch gemaakt. Tonijn met komkommer en tomaat. Hallo, het is vandaag alweer vrijdag. Ik heb echt heel weinig gevlogd deze week. Ik heb het gisteren ook super druk gehad. Ik ben deze week... Oh, dit liedje vind ik zo leuk, hè, van het Zandkasteel. Voor me this. Het liedje is echt geweldig. Superleuk liedje vind ik dat. Word er helemaal vrolijk van als ik dat hoor. Maar goed, ja, we gaan straks nog een keer doen, Jaslyn.
Dus dit is alweer vrijdag. Gisteren heb ik het heel druk gehad met werken. Ik heb op het kantoor gewerkt en ik ben bij een cliënt geweest. En ik heb nog weer 's avonds gewerkt. We gaan straks weer dansen, goed? En ik heb 's avonds weer gewerkt. Dus echt een drukke dag. Dus ook weinig tijd om te filmen. En ik ben weer op mijn avondwerk. Ik weet niet of ik het al verteld heb, maar dit is mijn allerlaatste werkdag. Dat ik van 6 tot 8 in dit gebouw aan het werk ben. Heel vreemd is dat. Vorige week werkte ik precies 8 jaar lang in dit gebouw. Nou, als iemand aan mij vertelt dat hij ergens 8 jaar lang werkt, of 10 jaar lang, dan heb ik gelijk in mijn hoofd dat, ja, een persoon van 40 jaar of zo. Maar ik ben nog lang geen 40 en toch werk ik hier dus al echt 8 jaar lang. Maar eindelijk kan ik afscheid nemen van dit gebouw. Ook al vind ik het best wel lastig, ik loop hier wel met gemengde gevoelens rond. Want als je ergens elke dag bent, kan je je gewoon niet voorstellen hoe het is als je daar niet meer komt. Snap je? En ik maak tegenwoordig heel veel uren. Nou, tegenwoordig, de laatste 2 weken maak ik veel meer uren bij mijn nieuwe baan. De baan waarvoor ik gestudeerd heb. En ja, het wordt gewoon te druk. Zoals vorige week donderdag werkte ik van 9 tot 5. Ja, bij mijn nieuwe baan. En moest ik van 6 tot 8 weer hier werken. Dus ik werkte wel 10 uur op 1 dag. En dat is gewoon te veel. Dat trek ik niet. En ja, ik vind het gewoon belangrijk om ook tijd met Jesslyn door te brengen. En als je elke dag 2 uurtjes hier moet werken. En overdag of in de ochtend ook nog bij cliënten. Dat is gewoon too much. Dus ja, ik heb de beslissing genomen om dit toch maar op te zeggen. Ondanks dat ik hier een vaste contract heb. Ondanks dat ik hier vaste uren heb. Ja, ga ik toch maar de gok wagen en ga ik hier weg. Ik vind het heel raar. Mijn contract loopt 1 maart af. Dus dat duurt nog 1,5 week. Maar ik heb nog heel veel vakantiedagen. Dus volgende week ben ik de hele week hier vrij. En dan kan ik die dagen even opnemen. En dan kom ik 1 maart kom ik nog 1 keer hier op deze locatie. En dan ga ik even afscheid nemen van de collega's. Even trakteren. Even gezellig doen. Maar dit is dus mijn allerlaatste dag dat ik hier moet schoonmaken. Ik vind het zo raar. Hè? Echt heel raar. Voordat ik hierheen fiets, weet ik precies al wat vies is en wat niet. Ik ken de afdeling zo goed. Ik ken het hele gebouw na 8 jaar zo goed. Ik heb elke afdeling wel eens moeten doen. En ja, ik voel me hier ook echt wel op mijn gemak. Ik weet waar alles ligt. Ik weet wat ik moet doen. En ja, ik vind het heel raar dat dit gaat stoppen. Maar ik kijk er ook wel weer heel erg naar uit. Bijvoorbeeld volgende week hoef ik maar 2 of 3 dagen naar mijn cliënten. Betekent dat ik dus 4 dagen gewoon vrij ben. Dat is echt heerlijk. Dus ja, daar kijk ik dan wel weer naar uit. Maar ik vind het gewoon een heel raar idee. Echt, ik begon dit echt toen ik 19 jaar was, begon ik met dit baantje. Gewoon als bijbaan, omdat ik net op mezelf woonde. Naast mijn studie, ja, ging ik dan dus even erbij werken. Maar ik heb zoveel meegemaakt hier, hè, en zoveel dingen gedaan. De eerste periode zat ik dus nog aan de, was ik nog aan het studeren. Dus als ik een tentamen had, 1 dag... Ja, nadat ik hier werk, zeg maar. Stel je voor, ik ben hier op maandag en ik heb dinsdag een tentamen. Dan nam ik maandag mijn boeken mee en dan kon ik hier gewoon... Ja, dat mag eigenlijk niet. Maar ik ging dan stiekem hier even leren. En dan... Op zich is het helemaal niet zo'ook moeilijk werk. Je krijgt wel 2 uur de tijd voor of 1,5 uur. Maar je kan het in veel kortere tijd doen als je het gewoon snel doet. En als je gewoon echt resultaatgericht kijkt. Gewoon echt kijkt naar wat vies is. Je hoeft niet alles elke dag te doen. Gewoon kijken naar wat vies is. En dat, dan heb je nog wat tijd over om andere dingen te doen. Zoals vorige week dat ik mijn nagels aan het lakken was. Of nou ja, vorige week, dus al een tijdje geleden. Of dus studeren voor school. Maar ik vind het heel raar. Dit is dus de laatste keer dat jullie mij hier zien vloggen met deze achtergrond en met dit irritante licht. Want overal waar ik loop, het licht valt gewoon niet goed in dit gebouw. Overal waar ik loop, kijk nu ook weer, vet wit. En dan weer vette schaduw. Het licht is gewoon niet goed in dit gebouw. Dus dit is ook de laatste keer dat jullie dit zullen zien als het goed is. Ook al kan ik het dus nog niet beseffen. Ik ben daar niet echt verdrietig onder. Meer enthousiast. Maar dat komt ook omdat ik nog geen collega gezien heb, denk ik. Want ja, ik ben een beetje te laat begonnen weer. Dus toen ik binnenkwam was iedereen al aan het werk. Dus ik heb nog niemand gezien van mijn collega's. Misschien zie ik die straks nog als ik vrij ben. Maar heel gek. Echt raar. En het is zover. Het is 7:55. Mijn allerlaatste werkdag. Zit erop. Ongelooflijk. Hoe is echt... Ik kan gewoon niet geloven dat het nu al voorbij is. Ik ga even mijn doekjes opruimen. En dan ga ik weer naar huis fietsen.
even met de lift voor de laatste keer. De allercoolste lift die ik ken. Of de allermooiste lift die ik ken in ieder geval. Even wachten. Uitgerekend, vandaag is het mistig buiten, dus kun je hier niet goed naar buiten kijken. Ik vind deze lift echt zo gaaf. Heb ik hem al? Ik vind hem altijd al gaaf. Het is echt een leuke lift. Vooral dit raam dus, dat is het enige eigenlijk wat ik leuk aan de lift vind. Dat je naar buiten kan kijken is super leuk. Nou, nu even mijn doekjes opruimen. En ik zit voor de laatste keer op mijn fiets, onderweg naar huis, om 8 uur 's avonds. Waarschijnlijk is het een van de laatste keren dat ik zo laat vrij ben. Dus dat scheelt, want bij mijn nieuwe baan is de kans heel groot dat ik daar gewoon niet tot 8 uur hoef te werken. En dat vond ik altijd heel vervelend, deze tijden, van 6 tot 8. Vooral in de zomer. Dan gaat iedereen barbecuen en leuke dingen doen, zwemmen. En elke keer moet ik dan weer om 6 uur of 5:30 haasten om naar mijn werk te gaan. En nu heb ik dat gewoon niet meer. Echt heel bijzonder. Ik kan gewoon, als ik vrij ben van mijn cliënt of 4 uur of 3 uur of 2 uur, kan ik gewoon de hele dag iets voor mezelf plannen. Ik heb gewoon geen verplichtingen meer van 6 tot 8. Het is echt heel gek. Ik heb 8 jaar lang gewoon de tijden 6 tot 8 gewoon gereserveerd. Van ik kan 's avonds wel afspreken, maar na 8 uur. Ik kan wel ergens eten, maar dan moet ik om 4 of 5 uur eten. Nou, ik heb al jarenlang rekenschap gehouden met die tijd. Dus het zal waarschijnlijk wel even wennen zijn om dit niet meer te doen. Maar goed, ik fiets dus nu voor het allerlaatste keer naar huis. Via deze route, heel gek. Alleen, ik ga 1 maart. Ga ik nog... 1 maart kom ik hier nog 1 keer weer om afscheid te nemen. Dan ga ik dus even... trakteren. Volgens mij heb ik dit ook al verteld. Ik weet niet, ik voel gewoon een beetje zo awkward. Of, nou ook niet awkward, maar raar gewoon. Heel raar. Weird. Laat ik zo Engels praten. Weird. Ik hoorde gisteren van een man, die zegt over 50 jaar praten we alleen nog maar Engels. Dan is de hele, dan bestaat de Nederlandse taal niet meer. Dan is die overgenomen met, door Engelse woorden. Ik ben benieuwd of dat echt zo is, want over 50 jaar... 50 jaar gaan wel snel voorbij naar mijn idee. En ik denk niet dat het zo erg kan veranderen in 50 jaar. Maar goed, ik merk aan mezelf dat ik ook wel steeds meer Engelse woorden gebruik. Dus ja, I don't know. Maar ik fiets nu naar huis en het is vrijdag, even vieren wat ik weekend heb. En even chillen. En het is alweer zaterdag. Het is al 1 uur geweest. Eigenlijk wou ik vanochtend sporten, want ik heb nog maar 1 keer gesport deze week. Maar dat heb ik dus niet gedaan vanochtend. Ik heb allemaal dingetjes in het huis gedaan, schoongemaakt. En ik ga zo even kleren ophangen. De wasmachine is klaar. Dus echt allemaal huishoudelijke dingen waar ik dus de hele week geen tijd voor had. Dat heb ik vanochtend zitten doen. Dus ik heb niet gesport. Dat is best wel slecht, want de hele week ben ik sowieso wel slecht bezig. Ik heb maar 1 keer gesport. En ik heb wel weer wat chocola gehad. Maandag, dinsdag. Gisteren heb ik nog wat een beetje ijs gehad gisteravond. Dus de hele week gaat het al best wel slecht eigenlijk. Alles gaat slecht deze week. Het vloggen gaat niet goed. Of is gewoon een stuk minder. Het eten is dus al niet helemaal zoals het hoort. En het sporten ook niet. Dus het is een beetje een dippuntje, zeg maar. Ik ben ook precies op de helft van het Killer Body dieet. Misschien dat ik daarom nu echt precies zo'n dieptepunt heb, zeg maar. Ik hoop dat ik maandag weer de draad op kan pakken en gewoon weer aan de bak kan. Want vanaf maandag ben ik ook weer vrij elke avond van mijn werk. En dat is natuurlijk ook weer minder lichaamsbeweging. Normaal fiets ik daarheen na het avondeten en... ik hoop niet dat ik daarvan aankom. Afgelopen november en december was ik ook even gestopt met werken. Had ik ook allemaal vrije dagen die ik aan het opnemen was. En toen ben ik wel 3 kilo aangekomen in 2 maanden tijd. Gewoon omdat ik niet meer werkte. Dus ik hoop echt niet dat ik nu aan ga komen. En dan zou ik toch wat andere lichaamsbeweging moeten doen. Dan kan ik mezelf niet
veroorloven om een dagje niet te sporten, zeg maar. Dus vanaf volgende week moet ik gewoon ook echt minimaal 3 dagen in de week sporten. Anders kom ik gewoon echt aan, dat weet ik gewoon zeker. Maar goed, ik ga nu de eieren zitten in de eieren koken. Ik ga wat crackers eten en eieren. Wie komt er vanmiddag op visite? Weet je dat nog? Nee. Nee? Georgie's zusje komt straks even op visite. Ze woont helemaal in Delft, dus dat is ook niet echt naast de deur. Dus elke keer als ze in de buurt is, dan wil ze even langskomen om natuurlijk Jesslyn te zien. Haar lieve nichtje. Tante Jo, wie komt straks even langs? Nee. Nee? Ja, echt wel. Maar Jesslyn gaat eerst slapen. Ben je een beetje verlegen? Dat geeft niet. Is niet erg. Eerst gaan we dus even wat eten. Crackertjes met hummus, kipfilet en avocado. Echt een heerlijke combi. En 2 eitjes. Yam, 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 yam. Nee. Wil je dat niet? Kijk, sorry. Zo. Sorry. Oh, ze zingt een liedje. Visje, visje. Nog geen visje in het water. Oh, visje, visje. In het water? Ja, de melodie klopt niet. In de kom. Visje. Visje. Even. Oh, dankjewel, Jasmine. En vandaag is het alweer zondag. Het is al 3 uur en ik ben bezig met de afwas. Terwijl Jesslyn weer lekker een dutje doet op mijn rug. Zo cute. En ondertussen ga ik ook even alvast beginnen met koken. Want ik ga zo meteen met Salina, Debbie en Melissa gaan we zo meteen naar Zwolle toe. Daar zijn de opnames voor Holland Got Talent. En ik heb daar kaartjes voor gewonnen al meer dan een maand geleden. En toevallig is Debbie volgende week jarig. Dus het leek me leuk om als verrassing met hun daarheen te gaan voor Debbie's verjaardag, zeg maar. Dus Salina en Melissa weten er wel wat van. Maar Debbie weet helemaal niet waar we heen gaan. Ze weet helemaal niks. Dus ik ben benieuwd hoe zij het gaat vinden. Dus ze komen hier zo meteen heen. En dan gaan we even daarheen rijden. Het begint om 7 uur, maar je moet er om 6 uur al aanwezig zijn. En het duurt tot 9:30 volgens mij. En dan moeten we nog een uurtje terugrijden, dus ik denk dat we pas om 10:30 thuis zijn. Een beetje laat, maar goed, het lijkt me wel heel gezellig. Het is allemaal weer leuk, voor als herinnering om mee te maken. En ik wil mijn nieuwe camera meenemen, dus ik ga er ook mee proberen te vloggen. Dus als jullie opeens nu straks zien van dit is een heel andere filmkwaliteit. Het komt dus omdat ik dan film met mijn camera en niet met mijn telefoon. Tenminste, dat is wat ik van plan ben. Dus dan weten jullie waar dat aan ligt. Maar goed, ik ga eerst bezig met de afwas verder. En dan ga ik even koken en dan kunnen we bijna gaan. En eventjes naar buiten, Jesslyn is weer wakker. En het gaat auto rijden. Wat kan jij dat goed? Doe maar. Ja, doe maar. Ik heb al wat gegeten. We wachten nu even op Debbie, Salina en Melissa. En op Georgie, want die moet met de auto terugkomen. Je mag met je laarzen in de plas, maar niet met de auto. Doe maar. Doe maar eens. Hi. Dat is leuk. Ik heb een wieler zo staan, hè? Mijn boot had special effect. En we zijn in Zwolle. We hebben dezelfde schoenen aan bijna, Melissa. Oh, iedereen. Debbie ook. Maar niet meer, niemand is zo fancy als ik. Iedereen heeft deze, maar oké. Nee, ik heb hem niet, hoor. Ook niet. Ik ga deze niet, kopen voor de kleine alvast. Ja, leuk. Dan kan maar je tweening. Maar meisje is, dus alsnog leuk. Ja. Dus ik ga deze kopen. Ik ga auditie doen. Oh, leuk. Ga je auditie doen? Debbie is de deelnemer vanavond. Ja, striptease. Dat wou je graag. Dus dat gaan we doen. Stil je wel de show, inderdaad. Voorheen zou eigenlijk gisteren bij Joyce Peetje zijn geweest. Toen zei hij nog van, maar je hoeft niks te doen. Nee, je hoeft ook niks te doen. Oh, nou ja. Je gewoon je uitkleden, klaar. Je hoeft niks te doen.
Hoe laat begint dat dan? Gaat je niks aan? Waarom moet je alles weten? Ik weet wel dat we het gaan doen. Het is een verrassing. Debbie heeft dus ergens een flyer gezien. Waar dan? Ja, waar dat dan? Waar dan? Ja, daar is een heel groot paars, links in de hoek. Bij die paars. Kan ik inzoomen? Daar ik zie wel streepjes, maar ik kan niet lezen. Je ziet het blauw. Zie je het blauwe? Ben je ook wel op zoek? Ja, daar staat het dus. Ja. Serieus? Serieus. Nou, dat had ik echt niet gevonden hoor. Nee. Ik zou wel. Nou, daar ging de verrassing dus. Leuk. Ik maak nooit een verrassing of doe nooit een verrassing voor Debbie. Echt hè? Ja, maar die Tom die zei, het is aan de linkerkant, dus zij kijkt links. Oh, is er iets bekends? Ja, ik zie een flyer. Ja. Nou, ik had hem anders nu ook al gezien. Ik zie hem nog niet hoor. Die blauwe! Ja, daar. Jezus. Daar, dat blauwe is een flyer en die heeft Debbie gezien. Nou, daar ging de verrassing. Super dupe. Vind je het leuk, Debbie? Wat zeg je? Normaal heb jij ooit een keer in het publiek gezeten voor zoiets? Nee. Dus... Renate? Nee, ik ook niet. Nou, en Marcus? Wat zei je nou? Dat het leuk is. Nou, leuk. Met jullie naar zoiets kunnen we lachen, man. Ja, dat dacht ik dus ook. Dat is wel lachen, denk ik. Ja, denk ik ook. Mag ik jou ook even filmen? Ja. Jij bent er ook bij. Je moet je niet laten vallen. Houd toch gewoon maar dat gerook, jongens. Jongens, zaten er nog paarsjes aan. Ik gooi je weg voor jou, man. Renate is er ook. Hallo Renate, een goed beeld, ja. Ja, HD, HD, full HD. Renate heeft gekke billen! Akiba! Echt heel leuk, Debbie. Hilarisch. Ja, wij snappen hem allemaal. Ja, goh. Jullie wel. En wat vind jij ervan, Renate? Nou, ik had het dus een verrassing bedacht voor Debbie. Maar niet zo erg inzoomen. En Debbie had dus al gezien van, hey, we gaan dat ik ben doen. Debbie, hè? Even. Ik kijk naar de kijkers en de Debbie kijkers. Dacht van, hey, wat gaan we doen? Nou ja, Debbie steeds raden onderweg, uurlang rijden. Wat gaan we nou doen? Wat gaan we nou doen? Debbie dacht steeds dat ze naar strippers ging. Nou, niet dus. Maar wie weet? Je weet nooit wat er tussen zit. Strippen. Ja, wie weet. Ik hou mijn vingers gekruist. Ik dacht dat je iets anders zei met je vingers. Maar oké, laten we het daar niet over hebben. En ja, ik voel me net een beroemdheid zo met mannen in de camera. Paparazzi. Wauw, we zijn niet de enige die heen gaan. Ik heb het nu al koud. Ik moet plassen. Nee, we zijn niet de enige. Leuk hè? Ja. Ik ga vandaag een beetje vloggen. Wat gaan wij doen? Oh ja. Mega druk, my god. Hoe lang moeten we in deze rij staan? Oeh, Renate loopt door. Wacht even. Ja. Wat een domme, dat kon ze toch ook wel zeggen. Nou, na anderhalf uur in de rij te hebben gestaan. Waar staat niet achter de. Ja, maar dan zie je bijna niks. Nee, dan zie je niks. Dan zit je er een alleen achter. Ja, daarom. Waarom adviseren ze dat dan? Hoe lang hebben we in de rij gestaan, jongens? Anderhalf uur. Hoe lang? Anderhalf uur. Anderhalf uur in plaats van een. Half uur. Ja. Ze zeiden dat het kan zijn dat je een half uur moet wachten. Ja, met één grote. Vier. Je hoort erbij. Ja, je hoort erbij. Eén momentje. Ja. Nee, niet bij mij. Gaan we heen? Oh, jij niet op? Ja. Nou, kijk of hier plek is. Hier is al iemand aan het dansen. Ja, daar kan wel. Ik zie nog geen plek hoor. Ja, het is gewoon zijn jas opruimt. Hij stelt niet scherp. Winterjassen aan. Vanaf 28 april uitzien, is een beetje gek gezien dat hij met zijn winterjas nog zit. Er zitten nog een paar lege plekken achter de zitten. Dus alsjeblieft, jongens, als je denkt, ik zit boven en we staan ergens. En ik wil echt even naar beneden zitten. En ook nog veel op tv komen. Dan heb je hier de muziektafel natuurlijk, de desk, die veel in beeld is. Ga je mee? En iedere keer
als de jury. Letten jullie op mijn tas? Op je beeld. Dus kom maar lekker bij. Als je denkt, nou, ik wil dat ze hier horen in de pak op tv. Ik twijfel. Want kijk, ik heb geen rit. Ik gaan plassen. Ja, of jullie gaan daarna? Tweede ronde. Ja, is er nog een tweede ronde? Nee, ik bedoel maar nu. Oh! Anders zit Salina hier alleen. Ja. Anders gaan jullie nu naar buiten. Ik ga de plekje gaan vullen. Vanavond achter de zin. Oh, sorry. Ik ga beginnen zo. Wat doe jij? Ik wil heel graag brengen. Oké, we gaan even plassen. Ja, wij zijn. Ja, toch? Wil je dit? Kijk, hier zit geen rits in. Dus iemand kan ze oppakken. Dus ja, tuurlijk. Ik geef elkaar een beetje ruimte om te schuiven. Kom maar, Tinus. We zijn er nog drie. Waar moeten we heen? Plassen. En als ik afsta, tijd veel meer rug. Ja, ik ook. Ik niet hoor. Waar is de wc? Laten we gewoon maar deze kant op gaan. Ja, wc. Oh, nou dat is dichtbij. Nou Debbie, we zijn er. Debbie is verjaardag aan het vieren. Piepe de piep. Hora. Staan hier nog mensen in de rij? Of ja. Oh ja. Dat er niet voorkruipen ineens. Ook niet aardig. Helemaal alleen in de wc, wachtend op Debbie. Ben je al klaar? Ja, ik wacht op jou, iedereen is weg. Jij kan niet in plaats. Nee, ik wacht. De wc's zijn bezet. Hey, daar ben jij. Moet je op de camera. Oh, daar kan je leuke foto's maken. Dat moeten we eigenlijk nog even doen voordat we weggaan. Dat ze achter de sfeer mag alles kunnen doen wat ze heel graag willen. Dus dan moeten we een beetje stil zijn. Dus dan denk ik van ja, het duurt soms heel lang. Maar zitten we vreemd is daar altijd lang. Dan zijn we gewoon echt ontzettend druk bezig. En dan ziet u mij dadelijk aan die kant daar zo daar staan. Kijk, daar staat nu mijn grote collega. Die staat daar natuurlijk die kant te zwaaien. Straks geef ik wel af en toe zwaaien dingetjes aan. Een paar klapjes en dingetjes. Mensen als eerste van komen. Ik denk dat jullie niet zo heel veel kunnen zien straks. Maar als je ergens een klapje vandaan moet komen. Of hier beneden doet iedereen lekker mee. Doe dan gewoon mee. Dan komt het zeker goed. Dan komt het zeker goed. Dus dan weet u dan tussendoor. Helemaal goed. Nee, ik film. Ik maak een dagvlog. Zijn we ontzettend druk bezig. U kunt dus ook niet naar het toilet. Stel je even voor. Stel je even voor. Ik ben Debbie. Oh, nou, dat is namelijk zo als u de deur naar het theater. Wil jij je ook even voorstellen? Wie ben jij? Dat is Salina. Nou, oké, leuk. Heel dichtbij. Nee, is niet dichtbij. Ik heb hem uitgezocht. Nou, dus ik ga net eventjes een paar keer op de knoppen drukken. De rode knoppen. Oh, dit is leuk hoor, dit heb ik heel lang niet meer gehoord.
En het is alweer afgelopen. Het is super uitgelopen. Het zou om 9:30 afgelopen zijn. En het is nu 11:00. Dus 1,5 uur te laat. Hi. Wat vond je ervan, Debbie? Leuk. Leuke verrassing, Renate. Kijk, ik heb zin in de McDonald's dus. Dus Melissa heeft vette honger. Ze zit de hele tijd te zeiken dat ze honger heeft. Dus we gaan even geld overmaken van ING. En daar je betalen bank, we mee. Je bankpas is. Pincode is. Van mij. Van mij. Melissa heeft dus vette honger, Debbie zit ook een beetje te zeuren, Salina is kapot moe. Lekker gezellig allemaal. Ja, ik heb afgegeven. Het duurde dus wel lang. Eigenlijk waren we om... Wacht even. Hou, wacht even. Even vloggen, jongens. Eigenlijk waren we om... hoe laat waren we klaar? Eigenlijk zou het om 9:30 afgelopen zijn, maar het is dus maar het is al 11:00. Dat betekent... Te laat. Te laat. Veel te laat. Dus nu nog terugrijden en dat duurt 1 uur. En dan wil me dus ook nog aan de McDonald's vreten. Terwijl ik op dieet ben. Fuck jouw dieet. Ik heb honger. Honger. Wacht, mijn arm wat lam. Oh ja, dat is zo. Dus Melissa wil ook nog even... Ja, hallo. Irritant, hè? Ik ben niet de enige. Zij ook. Je hebt Debbie overgehaald om te gaan McDonald's. Nee, Debbie die begon ook naar mij toe. Van... Nee, jij begon over de McDonald's. Nou, alleen over een burger, weet je. Een burger. Dat geeft helemaal niks. Toen zei je, ik wil een Big Mac en ik wil... Wat wil je nog meer? Er is ook sla voor Renate, hoor. Oh! Oh! Ook sla voor mij. Dat een geluidje. Het is nu zo donker, dan zie je bijna niks. Nou oké, okay. We gaan dus naar de auto. Ja, toch? Dat had echt veel sneller gebogen, want ik ben zo geduldig. Ik had ook niet verwacht dat het zo ging, zeg maar. Dus het was wel weer leuk om te zien hoe je dat... Ja, ik vind ik hoe ook. Hoe dat allemaal tot stand komt. Waar zijn we? Betaalautomaat. Oh! Nou, even kijken hoe dit werkt. Gisteren ben ik helemaal vergeten de weekvlog af te sluiten. We waren ook echt super laat thuis. Rond 10:30 waren we pas thuis. In plaats van 10:30, wat ik dus had uitgerekend. Holland Got Talent was best wel leuk om heen te gaan. Ik zou er niet snel nog een keer heen gaan, omdat het enorm langdradig is. Er zijn maar 11 acts. En elke act duurt maar 2 minuten. En daartussendoor heb je dus steeds iets van 10 minuten. Een soort van moment dat je stil moet wezen. Dus het is echt enorm langdradig. En het liep gigantisch uit, omdat er in de middag ook al een opname was. Dus... Maar het was wel heel leuk. Het was leuk om dit met Debbie, Salina en Melissa te doen. Super gezellig. En het is sowieso altijd leuk om iets met hun te doen. Maar goed, ik sluit bij deze dus even de weekvlog af. Volgende week is te zien hoe ik Jasmine fotografeer in een leuk setje nieuwe kleding die ik net ontvangen heb. Superleuk, dus wil je dit zien? Kijk dan vooral weer naar de volgende weekvlog. Ja, vond je dit een leuke weekvlog? Doe dan even een duimpje omhoog. En wil je geen weekvlog missen? Abonneer dan even op mijn kanaal. En tips zijn ook nog steeds altijd welkom natuurlijk. Thank you.